Barbara en Katie was in Nederland. En ik heb haar opgezocht. Althans, ik ben naar een lezing, zeker workshop van haar geweest in de RAI hier in Amsterdam. En ja, dat was heel bijzonder. Ja, was een mooie ontvangst. Barbara en Katie is een vrouw. Zij schrijft ze van diverse boeken. De meest bekende is, ja, zij is de vrouw, zeg maar, van de vier vragen. De vier vragen van Barbara en Katie. Nou, en wat doet zij dan precies? Zij is in het verleden heel erg depressief geweest. En op een gegeven moment zat ze in een verzorgingshuis en liep een kakkerlak over haar voet heen. En ja, ze had daar op een gegeven moment helemaal geen gedachte bij, geen gevoel bij. En dat vond ze zo, ja, bizar eigenlijk. Dus dat is ze gaan onderzoeken. En nou, daar heeft ze hele therapieën ja, van gemaakt. En daar heeft ze heel veel mensen al mee geholpen. En dat is natuurlijk altijd ontzettend mooi en krachtig als je van je eigen pijn ja, je kracht kunt maken en daar ook nog eens andere mensen mee kunt helpen. Dat is natuurlijk ontzettend, ja, waardevol en zinvol in het leven. Dus nou goed, wat zijn die vier vragen? Dat is, stel dat je bijvoorbeeld de overtuiging hebt of de gedachte, hij heeft mij gekwetst. Nou, dan is het de eerste vraag die je zelf stelt, is het waar? Nou, meestal is het natuurlijk, ja, hij heeft mij gekwetst. Maar kun je absoluut zeker zijn dat het waar is? De derde vraag is, wat doet deze gedachte met mij? En de vierde vraag is, wie zou ik zijn zonder deze gedachte? En dan heeft ze echt ook een techniek, daar gaat ze echt heel erg erop in. En dan kun je het ook nog eens uitdiepen door het bijvoorbeeld om te keren. Dus in plaats van, hij heeft mij gekwetst, ik heb hem gekwetst. En of ik heb mijzelf gekwetst. Of hij heeft mij niet gekwetst. En ja, ik zeg het nu eventjes heel zo sec, zeg maar, hoe het is. En we hebben ook we hebben het live ook, zeg maar, zelf geoefend. En ze heeft ook echt, heeft ze mensen live op het podium behandeld. En ja, het was echt ontzettend mooi. Je zag echt wel wat gebeuren daar. En mensen die met jarenlang verdriet zaten, daar echt helemaal, ja, gewoon omdraaien, zeg maar. Echt veranderen. En ja, dat was wel heel indrukwekkend. Dat was wel echt mooi. En nou goed, we hebben wat materiaal mee naar huis gekregen. En er is ook een app. Die kun je gewoon in de App Store aankopen. En dus die kun je, zeg maar, op jezelf ook gaan toetsen en gaan oefenen. Mocht je een overtuiging hebben die dwars zit. Volgens mij heet het gewoon Byron Katie app. En dan kun je de vragen of de alternatieve vragen eigenlijk op jezelf is toepassen. Dus nou, ga er eens mee aan de slag, zou ik zeggen. En om dat voor jezelf te onderzoeken. En ja, het kan je altijd helpen. Want gedachten zijn wel erg belangrijk. En die kunnen ons aardig dwars zitten. Of heel erg helpen natuurlijk. Alles begint met een gedachte. Dus je kunt je eigen toekomst ook creëren met een gedachte. We zijn bijna bij de Rijn, Amsterdam. En ik ga naar Byron Katie. Het is eigenlijk over de hele mindfuck waar we in zitten. Is het waar? Ben ik absoluut zeker dat het waar is? Wat doet deze gedachte met mij? Wie zou ik zijn zonder die gedachte? Nou, dat kan niet missen. Nice. Het werkboek. Inderdaad, een beetje dansen tussen de regels, hè? Goed. Ik ga lekker slapen nu. En ik zie je bij de volgende video.